Vandaag in het Rijnmond Nieuws. Burgemeester kondigt actie aan. Jongeren, spreek je uit, laat zien en zeg dat het niet normaal is, dat het niet stoer is en dat het levensgevaarlijk is. Na 2,5 jaar tobben met de aanleg kun je eindelijk over de rails naar het strand. Uit die testen bleek dat het allemaal goed werkt en dat is in ieder geval uitgerold nu naar Vlaardingen-West. Want daar gaan we vanaf maandag natuurlijk hele hoge frequenties rijden. En in de Dabbestraat willen ze niet in de schaduw zitten. Alleen er wordt niet gedacht aan de bewoners van de Dabbestraat. En daar zijn we woest op. We zijn er niet in betrokken. Vanavond houdt het op met regenen. Vannacht volgen opklaringen en daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen eerst droog en veel bewolking. Later vanuit het zuiden weer af en toe regen. Bij een aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt het middags maximaal 13 graden. De eerste wedstrijd onder Dick Advocaat heeft Feyenoord weten te winnen. In Venlo werd het een makkelijke zege voor de Rotterdammers. Het werd 3-0. Feyenoord met Jan-Arie van der Heijden die terugkeerde in de basis. Won uiteindelijk door doelpunten van Nicolai Jurgensen en 2 van Steven Berghuis. De intentie wat we wilden met z'n allen, controle hebben, dat ging grote delen van de wedstrijd wel goed. Maar ook momenten dat we ons te ver achter lieten dringen door de tegenstander. Ja, dat moet beter. Maar je kunt niet gelijk verwachten dat alles goed gaat. Dat is dan vooral een fase, denk ik, in de tweede helft dat je dat ziet gebeuren. Dat het ook anders kan lopen. Nou, als zij die goal maken, dan krijg je een hele andere wedstrijd. En dat is totaal niet nodig. En dan krijg je zelf nog genoeg mogelijkheden via die counter om het uit te spelen. Nou, dat werd niet goed uitgespeeld. Sparta was ook dicht bij een overwinning dit weekend. Tegen PSV werd het 2-2. Maar het slotdoelpunt van PSV viel pas in de extra tijd. Burgemeester Voort van Oosten van Nissewaard doet een oproep aan de jongeren in zijn gemeente om zich uit te spreken tegen het wapenbezit en het gebruik van wapens. Hij reageert op de steekpartij van zaterdagavond in de hal van een metrostation, waarbij een jongen van 14 zwaar gewond raakte. Een 13-jarige jongen is als verdachte opgepakt. De burgemeester is geschokt. Ja, het is heel akelig en een triest incident dat heeft plaatsgevonden. Een steekpartij op een van onze metrostations. Niet alleen de ernst van de zaak is natuurlijk heel ernstig, maar in bijzonder natuurlijk ook de jonge leeftijd van het slachtoffer en naar het lijkt ook de zeer jonge leeftijd van de verdachte. Van Oosten gaat daarom snel actie ondernemen en in gesprek met verschillende partijen. Nou, in de eerste plaats op zoek naar antwoorden op vragen die ook ik natuurlijk heb en die een heleboel mensen in mijn gemeente natuurlijk hebben. Van hoe kan dit nou toch zijn dat jongens van zo'n jonge leeftijd met wapens op zak lopen en dus ook niet bang zijn om die te gebruiken? Daar moeten we het met elkaar over hebben. Dus dat gaan we ook doen. Daar is een team van de gemeente en de politie mee aan de slag. En vervolgens moet dat tot veel meer gaan leiden. Want ik wil ook heel graag dat scholen hierbij betrokken worden. Dat ouders ook een verantwoordelijkheid pakken. En in de laatste plaats zeker ook de jongeren zelf. Van Oosten realiseert zich dat het gaat om een probleem dat niet zomaar opgelost kan worden. Hij doet daarom een oproep direct aan de jeugd van Nissewaard. Spreek je uit, laat zien en zeg dat het niet normaal is, dat het niet stoer is en dat het levensgevaarlijk is. Bewoners van de Dabbestraat en Oude Tongen voeren actie tegen bouwplannen op de dijk bij hun achtertuinen. Daar komen hoge appartementen die volgens de bewoners hun zonlicht en hun privacy wegnemen. Ze zijn vooral boos op de gemeente Goeree-Overflakkee. Ze hebben namelijk een bestemmingsplan, hebben ze toch wel een beetje onder de radar hebben ze gewijzigd. Voorheen zou daar wat gebouwd worden 4 meter hoog. En dat bestemmingsplan is gewijzigd naar 6 meter. Alleen als dat bestemmingsplan aangekondigd was als wijziging Oostdijk, hadden wij kunnen reageren. Maar het is gebracht als op de Molendijk en IJzenhouwer en Mariniersweg. Dus onze bewoners hebben niet in de gaten dat het bestemmingsplan gewijzigd werd hierboven bij ons. En daar zijn we woest over. We zijn er niet in betrokken. Maar ondertussen is de inschrijving op de verkoop van de nieuwe appartementen al gestart. De bewoners van de Dabbestraat confronteren de potentiële kopers met hun bezwaren. Ja, het overvalt ons een beetje wat hier gebeurt. Ik heb er nooit bij stilgestaan of mensen daar dan last van zouden kunnen hebben. Er staan een hele rij hoge bomen, dus ik denk niet dat ze last zullen hebben van die appartementen die hier staan. Nee dat denk ik ook. Ik denk dat best wel goed zit. Dat ze daar geen last van hebben, juist omdat ze zo hoog zijn. Dus ik snap niet wat de mensen nou te klagen hebben. En hoe denkt de projectontwikkelaar de verkopen over de actievoerende bewoners en hun bezwaren? Dat kunnen we enigszins begrijpen. Alleen ja, dan hadden ze in het voortraject bij de gemeente al bezwaar moeten maken. En ja, wat ik zeg, onder de oude gemeente was er dus al een bestemmingsplan voor 24 appartementen. Het is een ludieke actie. Maar deze ludieke actie gaat de bewoners niet direct verder helpen. Wat hopen ze nog te kunnen doen?
Ja, er is nog geen vergunning afgegeven door de gemeente Goeree-Overkeek. We hebben ook bij het waterschap hebben we geverifieerd. Daar ligt de aanvraag lichter, maar het is uitgesteld. Maar het vervelende is, ondanks dat er geen vergunning is, dat de kopers wel hier uitgenodigd worden voor in te schrijven voor de koop. Dus wij vinden ook dat die kopers eigenlijk misleid worden. De gemeente Goeree-Overflakkee zegt serieus naar de bezwaren van de Dabbestraatbewoners te gaan kijken. Streetdancers voor de officiële opening van de Hoekse Lijn. Het heeft 2 jaar te lang geduurd, maar dan heb je ook wat. Burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen heette iedereen welkom in de bomvolle tent. 4 weken geleden ging de lijn voor het eerst rijden, de zogenaamde testfase. Eigenlijk boven verwachting goed. Dus wij hielden rekening met toch nog best wel wat kinderziektes. En die zijn daar achter de schermen zijn altijd wel kleine dingen geweest. Maar eigenlijk geen dingen waar de reiziger echt last van heeft gehad. Want we zaten op werkdagen zo'n 24.000 in- en uitstappers hadden we. Dat was ook boven verwachting, dus wij zijn eigenlijk heel blij. Weinig wanklanken vandaag. Maar hoe zit het met de beveiligingssoftware? We hebben een software release gehad 1,5 week geleden. Die is getest natuurlijk eerst in de nacht en op een stuk waar we niet reden op dat moment. En uit die testen bleek dat het allemaal goed werkt en dat is in ieder geval uitgerold nu naar Vlaardingen-West. Want daar gaan we vanaf maandag natuurlijk hele hoge frequenties rijden, 12 keer per uur. En dan is het fijn dat je dit probleem niet meer hebt. Er is veel misgegaan bij de bouw. Voer voor juristen. Ja, dat gebeurt allemaal achter de schermen, dus daar heeft de reiziger gelukkig helemaal geen last van. Maar ja, we moeten nog een paar dingen uitzoeken. En we hebben de meerkosten hebben we met elkaar een goede afspraak over gemaakt. Dus dat is opgelost. Maar we hebben met een aantal leveranciers gaan we wel kijken hoe we uiteindelijk de schade die is opgetreden, hoe we daarmee omgaan. Nou ja, dat gaat achter de schermen gebeuren, dat laten we aan de juristen. En uiteindelijk gaan we dat ook weer oplossen. Starters? Ja. Oké. Okay. Misschien ben ik op de goede plek, denk ik. Misschien. Ik geef u een hand. Hallo. Goedemorgen. Michelle. Mijn naam is Charmy. Ik ben 36 jaar oud. En vandaag ben ik te vinden op de startersdag van de KVK in Rotterdam. Om te spreken met startende ondernemers. De startersdag van de Kamer van Koophandel is een jaarlijks evenement waar beginnende ondernemers zich kunnen oriënteren op het gebied van het starten van een eigen bedrijf. Het evenement biedt verschillende workshops, lezingen en gesprekken aan om startende ondernemers op weg te helpen. Ken je dat moment dat je leven instort en de tijd stil lijkt te staan? Charmy werkte 11 jaar in de zorg, maar kreeg de diagnose MS, waardoor ze werd afgekeurd. Maar omdat ze toch graag aan het werk blijft, besloot ze haar eigen bedrijf te starten. Dit geeft haar de mogelijkheid om arbeid te leveren, passend bij haar ziekte. Ik ben uitgenodigd geworden omdat ik een sterke pitch heb. En daar zou ik mensen mee kunnen helpen. En ook mijn verhaal vertellen, mijn traject van mijn ambitie, passie naar een bedrijf vormen. En ook soms inderdaad dat je een bedrijf kan beginnen, juist uit een punt van een pijn en een verdriet. Misschien. Nee, het is bij mij nooit echt helemaal nog nooit gestort. Gebeurd. Oh. Dan ben je een gelukkig mens, want dat is mij wel overkomen. Aha. Dat is het moment dat ik naar buiten liep en op de stoep stond van het ziekenhuis en te horen kreeg eigenlijk van nou geniet van je leven en zorg goed voor jezelf. Ik moet zeggen dat gedurende mijn eigen proces na diagnose en de poortwachterwet en daarna er vaker tegen mij is gezegd van de manier dat ik het heb aangepakt en de positiviteit dat ik daarin heb behouden, dat het veel waard was en men gaf aan dat ik dat misschien ook kan overdragen aan anderen. Lijkt me een heel mooie manier van een moeilijke situatie toch nog positiviteit te behalen. Prima. Dankjewel. Geweldig hoor. Dag. Dit was het Rijnmond Nieuws. En uiteraard komen we maandag in FC Rijnmond terug op de betaald voetbalwedstrijden van dit weekend. En dan veel meer over de zegen van Feyenoord onder Dick Advocaat in Limburg bij VVV. Dit was het nieuws. Meer nieuws via onze app en op Rijnmond.nl.